Dan moet ik je zeggen dat zodra je, je verdiept in de constructie van elektromotoren, dat je wel heel erg snel geconfronteerd wordt met je schokkende onkunde over de aard van elektromotoren. Hoeveel verschillende elektromotoren er wel niet zijn en wat de verschillen zijn en hoe überhaupt elektriciteit samenwerkt met elektromotoren. Dat is allemaal, ook bovendien, je, hoeft, je hebt nog, nog niet je neus nog niet gesnoten. Of er staan allemaal wiskundige formules waar je sowieso geen kloot van begrijpt. Maar ik begrijp dus hieruit dat het Tesla niet wordt vandaag. Jawel. Oh, wel, oké. Okay. Vanuit mijn onkunde. Oké, okay, heel goed. Ik wilde jou trouwens nog, dat was ik vergeten te zeggen. Ik zat van de week nog in zo'n Chinese elektrische auto. Het was zo'n zo duurzaamheidsdag en er stonden ook allemaal. Welk merk was Ja, het? ik heb even een fotootje van gemaakt. Maar het die MG? Nee, even kijken. Hoe heette dat nou weer? Ik heb er een foto van gemaakt, want anders zou ik het weer vergeten. De x -Peng. Ja, dus met die Chinese auto's is het een hele eigenaardige zaak dat natuurlijk in die enorme expansie van die Chinese industrie over de afgelopen halve eeuw was het eigenlijk het beleid van de partij en dus het centrum in Peking om die, ook die auto-industrie om die geconcentreerd te houden dus maar een paar grote fabrikanten eh, dat, maar allerlei provinciale besturen vonden het wel interessant om een auto te maken dus er zijn op meerdere plekken zijn toch autofabrikanten ontstaan en, en regelmatig lees je iets over Chinese auto's die dan kennelijk het product zijn van deze eh, provinciale initiatieven. Wat wel grappig was in die auto's is dat alles met voicebesturing ging. Dus ze hadden van die deuren, van die sportdeuren, die gaan zo naar boven toe open. En dan ga je zitten en dan moet je dus zeggen, hey Xpeng, close the doors. En dan gaan de deuren dicht. Dat is fijn zeg. <laughs> Ongelooflijk. Ja, wat, 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 wat moet je denken wat er aan software en flauwekul en, en motortjes in moet zitten om dit uit te voeren. Eh, dat, dat, je begint nu langzaam aan stap voor stap ook wel eens te denken. Een auto kan eigenlijk op een vrij simpel niveau vrijwel perfect functioneren. Hebben we al die poppenkast eigenlijk nodig? Eh? Nee, die, die je zelf vaak uitzet. Eh? We, we hebben het niet wel eens gehad over. over hoe heet dat? Uh, uh, hoe heet dat nou? Dus dat de auto zelf de snelheid bepaalt. Uh, Oudendom. Kom op, hoe, hoe. Cruise control. En dan wordt er geadverteerd met adaptive cruise control. Adaptive cruise control betekent dat de auto zelf bepaalt wat de afstand tot de auto's voor je is. In Amerika een geweldig systeem, als je er ooit gereden hebt, dat afgezien misschien van de New Jersey Turnpike, is het in Amerika altijd honderd keer minder druk dan in Nederland. In Nederland is adaptive cruise control een regelrechte ramp. Want ze passeren je in Nederland op de A2 en gaan op 10 meter voor je rijden. Dan gaat je adaptive cruise control auto, gaat vol op de rem, je schrik je de kloten de eerste keer. Jezus, er nog aan toe. Dan kijk je, hoe je of je die afstand nog wat kunt instellen. Ja, dat kan, maar tot verder dan een meter of zestig gaat het niet. Zodat je in Nederland. Het eerste wat je doet is deptus cruise control uitzetten. Sowieso is cruise op cruise control rijden. Dat is als het heel erg druk is eigenlijk maar een heel, heel matig genoeg. Dan heb je nog dat, die, dat gedoe dat je dus buiten je, uh, hoe heet het, je over die witte streep gaat met de auto. Dan voel je in je, in je achterwerk voel je een schokje. Eh? Heb ik ook uitgezet. Omdat je dat in Nederland voortdurend doet. En, en dat het heel vervelend is en dat je het heel bewust doet ook. Dat is heel vervelend, dat dus je, je elke keer een schokje in je reet voelt. Het zijn allemaal dingen, niet waar die samenhangen met dat, met dat idee wat we hadden van die zelfbesturende auto's. Ik heb al eens eerder gezegd, ik geloof daar voor geen meter in. Ja, in Amerika, geweldig. Ik zie ons nog rijden in Wyoming, als je de hele boel op automaat zet, dan kun je gewoon urenlang doorrijden zonder dat er problemen ontstaan. Maar nu met diezelfde auto, met deze geweldige eh, adaptive eigenschappen, rij je in Amsterdam in het spitsuur van het centraal station naar, wat zullen we zeggen, Osdorp. Met alle fietsen, bromfietsen, slordigheden, eh, mensen, studenten die tegen de, tegen de, hoe heet het, de rotonde richting in rijden. Nou, hier, ja. Eh, ja, dat dat ding Henk, dat, dat er studenten bestaan die niet goed snik zijn, dat weet de software niet. Eh, ik geloof er geen klap van. Het kan. Eh, dat kan het, een auto kan zichzelf, maar het, de kans dat je dus eh, op je telefoon zegt terwijl je auto geparkeerd staat, drie straten verder. Zeg: kom eens even hier. Ik, <laughs> eh, ik, we gaan vandaag naar eh, wat ze opnoemen, oostgeest eh. En dat jij daar achterin gaat zitten en hij rijdt naar Oostgeest terwijl jij de krant zit te lezen, is gewoon onzin. Die Chinese meneer, Fantasie die... Fantasie en poppenkast. In die expreng zat ook de directeur van dat bedrijf in Nederland en die zei: Het mag hier ook nog niet, het is nog niet toegestaan. Nee, het is juridisch het is natuurlijk een hele lastige zaak. Want wie is voor dat stomme ding op weg naar Oostgeest? Rijdt hij de dus 17 studenten dood die tegen de richting van de, van de rotonde in waar aan het fietsen waren. Uh, wie is daar de schuldige van? Is dat de softwareontwerper? Is dat de fabrikant van de auto? Ben jij dat, omdat je achter in de krant zat te lezen? Uh, zijn die stomme studenten dat, die allemaal suicidaal ingesteld uh, Kortom, wat ga je hiermee doen voor een rechtbank? Want je begrijpt, daar moet geprocedeerd worden. Ja, en hij zei: in China werkt het wel allemaal. Dan mag het wel ja, ook... Ja, vast en zeker ja. He? Want al die studenten die tegen de rotonde rijden, die worden daar met gezichtsherkenning. He, worden die herkend en dan krijgen ze, strafpunten krijg je daar toch? Als je niet volgens de regels omgedraaid uh, krijgt, krijg je strafpunten. Mm. Laten we daar niet aan beginnen. Laten we daar vooral niet aan beginnen. Technisch kan er van alles en nog wat. Hoewel, ja gezichtsherkenning, hartstikke leuk. Onze telefoon, heb ik al eens verteld dat, dat mijn kleinkinderen door de iPhone van mijn zoon ook herkend worden als mijn zoon? Nee? Kennelijk zijn dus hun, hun coördinaten van, van hun gezicht, die zijn dezelfde als bij mijn zoon. Dus tot hun vreugde konden ze gewoon gebruik maken van het telefoon van mijn zoon. Ik zou, ja, misschien moeten andere mensen dat eens met naaste familieleden proberen of die iPhone daar ook het, het verschil kan maken. Ik was, ik, de Nio, ken je die ook? Dat is een andere nee. Chinese auto. En die heeft dus iets nieuws bedacht. Dan moet je dus een uh, accu gewoon wisselen. Dus daar kun je naast... Ja, dat is ook. Naar een ja. swap station. Dan zeggen ze, meneer Van Gossem, kom maar met die accu. Nou, en dan krijg je... Hoeveel van nieuwe, die swap stations wil je bouwen? Te weinig dat waren er nu nog. Nee, dan moet je, je helemaal omrijden. Daar heb je geen zin in. Nee, Daar heb ik natuurlijk geen zin in. He? Ik heb het al eens eerder gezegd, Ik moet in principe op elke denkbare plaats in West-Europa binnen drie minuten zoveel kunnen tanken dat ik duizenden kilometer kan rijden. Sterker nog, en ik zou wel graag zien dat de actieradius, het is waar. Maar goed, ik was gisteren in Sittard. Heen en terug naar Sittard, het is, is tot, in totaal bijna vier uur rijden, toch? Nou, misschien twintig minuten minder. Eh, dan maak je toch een, een, met een elektrische auto begin je al van, zeg, eh, kunnen we misschien in, uh, kun, als jij nou in de pauze even, even, en uh, nu niet. Je moet bij een supercharger gaan staan. Ja, hebben, die, hebben ze die in Sittard? Nee, langs de A2. Een hele veel. andere wereld aan zit daar zit. Ja, dat klopt. Nee, in de binnen, in de, hoe heet het, de bebouwde komt niet. Maar langs de snelweg staan overal Fastnet stations. Ja, nou ja maar het, nogmaals, het huidige systeem werkt prima voor mij. We zijn, laten we nog maar even afwachten hoe het... Dus die, die volgens mij hoor je ook veel minder over die self-driving cars, hoe heet dat, die zelfsturende auto's. Dan bijvoorbeeld uh, drie, twee, drie jaar geleden. Ja. Ja, het is duidelijk dat daar toch, uh, uh, hoe heet het? Nu wou ik weer gaan zeggen bottlenecks, dat mag je wel zeggen in het Nederlands, hè? Ik denk het wel. Bottleneck, flessenhalzen. Dat daar flessenhalzen in zitten, die voorlopig niet zo makkelijk opgelost kunnen worden, naar mijn gevoel.